Goedemorgen, wij zijn wakker. Ik hoef je familie naar de opvang brengen. Goedemorgen, dat ga ik doen, ja klopt. En ik ga me zo klaarmaken, want zometeen hebben we de lunch van de Kamer van Gracia. Oké, ik ga deze zo aandoen. Dat is een jurk van Josh. Die vind ik super mooi. Die had ik eigenlijk, ja, die heb ik bewaard voor een event. Nou, this is it. Ik heb dus een ontbijtje met de Gracia crew. Gregor gaat mee, Max is er ook. Het is dus ter lancering van mijn cover. Oké. Vroeger had ik hier 100% de Spanx onder gedaan, maar... Why? Hakken erbij. Haar doen, make-up. Yes. Ik denk dat dit hem wordt. Het tasje en dan deze Gucci schoentjes erbij. Zo. Ja. Is dit een oké look voor mijn ontbijt? Gracia ontbijt, ik heb er echt zo'n zin in. Doe er een blosje bij, doe er een nudie iets bij. Ja, dat zou ik even. Oké. Ik dacht ik krul mijn haar, hoe laat is het? Ik heb nog altijd. Ik kom mijn haar met de dunne krultang. Ik heb zin in. Yes. Zo. Oké, gaan we even losmaken zo. Also, I know. Ik moet echt gaan BH shoppen. Het ziet er niet uit. Als in, dit zijn echt nog voedings-BH's. Oké, krullen. Elke keer als ik de kleine krultang gebruik, denk ik... Waarom doe ik dit niet vaker? Het is best leuk zo. Het is ook niet alsof het per se heel veel langer duurt dan de grote krultang of zo. Het is gewoon anders, andere techniek. Zo, hier aan. Tas. Deze eraf halen misschien. Ja. Ik gebruik tegenwoordig elke dag deze. We gaan in de bakfiets trouwens. Ja, yeah, that's right. Inderdaad, op mijn Gucci hakjes in de bakfiets. Want waarom ook niet? I am ready. Oké, ik neem wel een jas mee. En jezus, dat ding bij mijn teen. Die waar mijn telefoon was gevallen. Ugh. We zijn onderweg. En het is wel erg donker als ik... Ik ben bij de Luwte en hier hebben we de lancering, daar zit de Gracia. Het is zo'n mooie plek. En we zeiden net ook al, je zit op een trein en die rijdt en je moet er in ieder geval alleen maar vooruit. En je weet dat, want je hebt natuurlijk al eerder erin gestaan en nu zijn we een periode verder. En toen wij op de redactie aan het brainstormen waren, kwam ook jouw naam ter tafel. En we kregen contact en jij zei eigenlijk wel heel erg stoer, ik wil wel, maar ik ben zoals ik ben. En ik ga zoals ik ga. Eigenlijk is dat heel gewoon. Eigenlijk zou het heel gewoon moeten zijn. En dat het dus niet gewoon is, is misschien wel heel erg gek. Want moeder zijn is best wel ingewikkeld. En moeder zijn en werken is best wel ingewikkeld. Maar moeder zijn en niet werken is ook best wel ingewikkeld. Eigenlijk is, weet je, er is geen handboek. En volgens mij doen we allemaal maar wat. Dus ik wil jou vragen, Marcia, om de cover te onthullen. Ja. Heel cool. Wauw. Ja, bijna levensecht. Ja, eigenlijk.
Leuk, ja, heel vet jongens. Ik ben er ook echt heel blij mee. Ik vind de shoot is ook echt zo vet geworden. Het is gewoon echt een soort van die visie erachter en de foto's die eruit zijn gekomen. En ik heb het stiekem aan een handjevol mensen laten zien en iedereen is van wow, wat vet en oh, wat cool. En ja, ik denk dat ook mijn kijkers wel heel verrast zullen zijn. Die hebben stiekem natuurlijk in de vlog al mee kunnen kijken. En mensen waren echt, echt heel enthousiast toen al. Van, wow, wat vet en ik ga hem gelijk halen. Dus, ja, dus dank jullie wel voor alles en ik ben er ook heel blij mee. Thank you. Applaus voor jullie. Cool. En voor jou. Als je ziet. Wauw. Heel cool. Zonder Photoshop. Heel tof. Echt heel mooi. Ja, hij ziet echt helemaal mooi. En omdat echte mensen, echte moeders ook gewoon eten, wil ik voorstellen dat we met elkaar gaan ontbijten. Goh, is voor mij niet voor mij zo blij maken als 50%. Lekker. Oh, hey Max, helemaal netjes. Ik zie jou nooit in pak. Nee, maar ja, ik zie jou niet zo vaak op de cover van een blad, hè. Leuk. Hoe leuk is jou? Nu ziet het er ja, sorry, het is net. Maar het was echt geweldig. Ik heb allemaal mooie shots van je eten. Zo, het is echt super leuk. Echt heel vet om een keer ook. Model. Oh, lief. Thank you. Dit was zo leuk. Lancering van de cover. Het was echt gewoon gezellig. Team van Gracia, iedereen erbij. Hij is nu, de Gracia is zeg maar 1 keer in de 3 weken te koop. Dus hij is nu te koop. Ja, nee, snel mee. Nou ja, nee, het is nu een week later natuurlijk, dus jullie het zien, maar... En we gingen weer naar huis. We blijven het over de tegeltjes. Oké, guys. Ik ben weer thuis. Ik moet echt gelijk weer door, maar hoe vet. Dit is dus de cover. Echt heel leuk. Nou, ben ik wel een schuitje mee eten. Oké, ik ga naar mijn afspraak met de psycholoog. Dus... Let's go. Oké, ik heb net wel een voorgesprek gehad over EMDR. Ik ga beginnen als wij op een gegeven moment terug zijn van Frankrijk. En dan ga ik elke week best intensief EMDR doen. Ik kreeg heel veel fijne tips van jullie. Dat ik vooral niks moest plannen op die dagen dat ik dat heb. En dat zei ze net ook al van ja, soms kan het wel 3 dagen duren dat je bijgekomen bent. Dus ik moet heel goed dingen gaan plannen eromheen. Ik ben heel benieuwd. Ik ken het alleen van vroeger toen ik ooit eens in de psychiatrie rondhuppelde. Een jaar lang. Op de werkvloer. Toen had ik 1 collega die gaf EMDR. Dat is alweer lang geleden hoor. Maar ja, en dat was helemaal fantastisch. Iedereen was helemaal van, oh dan moet je bij hem zoveel EMDR. En er kwamen echt cliënten speciaal voor hem zeg maar daarheen en zo. En het enige wat ik weet daarvan is dat hij iets met klakjes deed en met zijn vingers zo. En ik heb nu gewoon een hele goede uitleg gehad hoe het precies werkt. En dan gaan we volgende keer starten. Dus ja, ben benieuwd. Oh, en ik heb de diagnose PTSS. Dus ik heb echt een posttraumatische stressstoornis. Dus ja, had ik eigenlijk al een beetje verwacht. Maar het is fijn dat het bevestigd is. Oké, we gaan naar huis en dan ga ik zo mijn pedicure doen. Jongens, nieuwe autostoel. Dit is de Serona ZI Size van Cybex. Wij hebben dus die andere, de wat kleinere. Daar is nu langzaam aan te groot voor aan het worden. En we gaan straks roadtrippen. Dus dit is eigenlijk ja, de grotere maat. Waar zij voor onze nu, grotere dame. Voor onze grotere meid. Waar zij dan nu in past. Ja, die kan op dat klikding. We hebben zeg maar zo'n klikonderkant in de auto. Je kan een autostoel met een riem vastmaken of met zo'n klikonderkant. Ja. En dit is de andere die op onze klikonderkant past. Ja, hopelijk is het zo duidelijk. Moet er even mee spelen. Ik ga fietsen en ik kreeg tips van mensen om mijn tashengsel altijd aan mijn stuur te doen. Dat doe ik dus altijd, maar ik heb nu next level. Ik neem dus een stoffen tas mee, waar ik dan later de accu in doe. Maar daar doe ik dan mijn tas in. Die doe ik nog om mijn stuur. Waardoor je een soort van... tas in tas effect heb. Weet je wel? Dat je niet per se het handtasje ziet. Ja, dat dus. Oké, we gaan naar pedicure. Oh jongens, heerlijk. Ze heeft zo gelakt dat je dat ene zwarte niet meer ziet. Een hele dekkende lak. Hoi! Elke keer als ik er ben, effect heb mijn aandacht al die icy dingen. Oké, ik ga weer naar huis. En dan later die tractaties maken als Mila er is. Dan ga ik dat in de huiskamer doen. Ik ben helemaal ontspannen. Ik had zo'n medische gedaan dit keer. Dat is wel fijn eigenlijk. Ik ben thuis en ik ga nu Mila halen. En dan... Ik ga nu Mila halen. Ik ga die Mila halen. Die Mila. Die Mila. Wij doen nu de hele tijd...
papa. Omdat ze dat zo lief zo hoog zo, papa. Zo maar zou ze dat gewoon hebben? Ik ja, weet ik niet. Maar een ander kind. Van een ander kind wat een heel hoog piepstemmetje heeft misschien. Nee. Of ergens bij Peppa Pig of zo, weet je wel. Dat, ja. Ja, doen ze dat daar? Weet ik niet. Doen ze daar een hoogstemmetje? Nee, volgens mij niet. Peppe? Ja, ze zeggen ook wel eens Peppe. I don't know. Als iemand het herkent van tekenfilms, dan weten we dus wat ze waarschijnlijk bij de opvang wel eens krijgen, toch? Maar ze het niet van mij naar mij toe bedoelen? Nee, ze bedoelen. Hallo. Wie hebben we daar? Hier met een nieuwe beker. Ja, precies. Een mooie Tino. De Tino beker. Tino beker. Mila la 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 la. Ja, Tino nopjes. Heb ik graag vingertjes hier aangezeten. Is die vies de camera? Ja, een beetje wel, ja. Oh, dat zal wel. Hi. Hi. Hi, Dino beker Mila. Onze Dino baby. Oh, we hebben een Dino baby. Ja, en of een Dino baby hebben. Gaan koken. Jij bent een kleine triceratops. Nee, niet koken. Gaan we niet eten. Oh, wacht nee, eens even. Nee, eten? Daar zijn iemand daar eten? Nee, tegen. Kom verder van. Oh. Zij vindt het hilarisch als je iets prikkelig vindt. Au! Au! Kijk, is hij nog steeds prikkelig? Au! Ik sta hier te koken. Meanwhile. En food is done. Lifehack, omdraaien en hier een beker zetten. Oké, Mila ligt op bed. Tijd voor tractaties. Het is morgen lijsterdag. Mila gaat niet naar de opvang, maar we gaan het gewoon even langs brengen. En ik heb hier 3 cadeautjes. 3 lipbalsems van Armani. En ik heb hier allemaal nieuwe cricketpapier. Kijk welke ik heb. Dat is glitter. Ja, wacht. Even laten zien. Deze heb ik. 2 pakken van. Dan heb ik deze. En deze glitter cardstock. En ik heb ook nu een vel met printable sticker paper. Ik wil heel veel dit gebruiken om planner stickers te maken en zo. Maar ik ga dus, ik zag op Pinterest, een plaatje hoe je zeg maar een soort van hoesje om een lipbalsem kan maken. Ik vond het zo leuk. Dus dat ga ik met de Cricut Maker maken. Cricut. Ik ben echt helemaal weg van dit ding. Dit is een snijmachine. Echt, I love it. Ik heb toen die tractaties gemaakt hiermee. En ik heb zoveel berichten gehad van mensen. Hoe heb je dat gemaakt? En nou ja, het is gewoon super, super vet. Ja, nou, ik ga het in de huiskamer doen. Dus laten we het meenemen. Trouwens, echt nu een laadje voor mijn cricket hobby ook. Dus hier heb ik mijn dingetjes liggen. En ik heb hier nog dit. Dit is glitter iron-on. Dus dat kan je dus op een t-shirt fiets drukken of stof. En dit heb ik. Dit is mat iron-on goud. Sportflex. Iron-on voor activewear. Dit kan je gewoon op sportkleding doen. En dan heb ik hier ook nog wat andere karton liggen. Nou, je kan echt zoveel verschillende. Maar je kan ook gewoon echt elk papier gebruiken. Je kan letterlijk een folder die je in de bus krijgt, kan je cricketen. En dat is precies wat ik ga doen trouwens om te testen. Maar goed, deze gaan even mee. Kijk, ik had verschillende dingen gezien. Als eerst had ik deze gespot. En dit is eigenlijk, ja, dit zou je zo uit kunnen snijden. Ik dacht, ja, dan kan je hier wat leuks in schrijven. Ik vind hem wel cute. Maar toen zag ik deze. Kijk, dit vind ik denk ik nog wel leuker. Dan maak je een soort kaartje. Dus 1 maat, 2 van die splits erin. En dan kan je daar omheen dingen schrijven. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg cute. Die ander doet me een beetje denken aan een soort van parfum tester sample. Ja, het heeft allebei wel wat, maar ik denk dat ik deze wil maken. Dus dan als ik dit zo zie, dan moet ik zo'n vorm uitsnijden. Moet ik even meten met die lipbalsems. En dan zo. Ja, laten we het gaan meten. Kijk, dit is de lipbalsem. Dan zou je zeg maar zo'n ding willen. Ik wil ze er ook niet uithalen. Ik wil ze in een doosje laten. Dat vind ik mooi. Zoiets. Misschien nog iets groter. Kunnen we er iets van vormpjes omheen misschien ook uit. Oh, dat is ook wel leuk. Zal ik een glitter cardstock doen? Ik denk dan niet pastel. Dit is zo zwart, zeg maar. Ik denk dat ik dan een hardere kleur erbij wil. Dus dan wordt het een van deze. Oeh, alleen qua schrijven is dat misschien niet handig. Wacht, is die achterkant ook glitter? Wacht, gaan we even open. Hou dat, kijk nou hoe glitterig dit is. Dit is meer kerst, denk ik. Zo'n rood vel. Ook leuk. Maar
misschien beter zo. Oh, kijk, ik heb die kleuren. Blauw, beetje roze, groen vind ik ook eigenlijk wel kerstig. Je kan hier niet echt op schrijven, maar de achterkant is dan wel weer wit. Ja, wat doen we? Zou ik dan toch een pasteltintje doen? Dit voelt meer feestdag. Wacht. Oh man, dit is echt, dit is zo geweldig. Ja. Kijk nou, kijk nou. Pastelglitters. Ja, dit is leuker voor jullie, denk ik. Groen doen, ik vind geel zelfs gewoon leuk. Oh, geel en roze, ook leuk. Oh, misschien moet ik iets met deze twee combineren. Nou, maar weet je waarom ik naar geel neig? Want hier kan ik misschien wat makkelijker op schrijven met een stift. Ja, ik denk dat... Oh, trouwens, ik kan ook met die Cricut pen schrijven. Want er zitten hier dus allemaal dingen bij. Er is zo'n pen die ik hierin zit. En daar kan je dus ook mee schrijven. Ik vraag me alleen af of die, of dat glitter schrijft. Even kijken, ik zit te denken. Als ik hier nou zo'n vierkant van maak. Eigenlijk zou je deze door in vier stukken moeten hakken. En dan flap flap. En dan hier misschien in roze glitter thanks. Als dat past. Als ik nou uit die glitter thanks doe. Ja, of als gat eruit. Dat kan ook. Thanks. Ja, alleen dan heb je het gaatje van de A. Thanks. Nee, ik denk roze glitter erop. Thanks. En dan... Doe ik hier, liefs, Mila, Grego, Marcia. Ja, wat doe ik aan die andere kant dan? Moeilijk, 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 moeilijk. Oh, ik heb een idee. Fofie, wat vind je van deze? Let op. 1, 2, 3, 4 vakken. Waar dan zo'n lipbalsem in gaat met zeg maar split ding eroverheen zo. Hier in roze glitter, thanks. Dus die snij ik hier uit. Dus ik zit te denken, en dan wil ik hier zo liefs, Mila, Gregor, Marcia. Ik denk, daar kan ik niet op schrijven, maar ik kan wel een sticker maken. En dan met de Cricut pen met een mooi handschrift schrijven en dat stickertje hier plakken zo. Nieuw project. En dan ga ik nu eerst even een sommetje maken, want dit kan ik met dit even te denken. Ik ga het eerst even op gewoon papier proberen. Ik heb echt geen folders liggen. Als ik thanks wil schrijven, wat voor maat moet ik dan hebben? Het is ook grappig, je kan een schablonen kiezen. Dus bijvoorbeeld, wat zou je willen maken? Ja, weet ik veel, een bag tag, banners. Stel je wil iets doen, weet ik veel, op een shirt of zo. Dan krijg je die als schabloon en dan kan je hier je dingetje opmaken. Kijk, zo'n glittervel past hier dus precies op. Zo. Je gaat precies van hier tot hier en hier tot hier. En dat is dan 30. Als ik hem nou door vieren wil doen, dan, ja, dan is het 15 keer 15. Wil ik echt zo'n grote? Heb ik dat echt nodig? Ja, misschien wel met thanks en dan die sticker. Ja, of ik doe drie langwerpig. Nee, langwerpig is wel heel langwerpig. Nee, ik denk dat ik gewoon zo doe. Kijk, dan kan je dus in het programma precies zo kijken. Misschien moet ik ze net iets kleiner maken. Net. Gewoon echt een tikje. Zo. Zo. Nou, en dan denk ik dus dat, kijk, je moet niet zo'n sneetje maken. Want je moet die kant eigenlijk ook hebben. Dus je wil eigenlijk drie. Dat is wel heel breed, hè? 2,5 doen. 2. Misschien 2. Kijk, ik wil ook niet dat het papier helemaal krom trekt. Snap je een beetje wat ik bedoel? Maar je wil dat hij eigenlijk een beetje soort van plat blijft. En dat dit er mooi onder zit. Misschien toch maar 3 doen dan. Ja. Ik denk dat het wel handig is. Oké, we gaan het proberen met 3. Oké, ik heb nu zo'n vorm gemaakt. Dan ga ik... Deze heb ik zomaar eruit gesneden. Dan ga ik deze unlocken. Want ik denk, hoe maak ik nou die spleetjes als ik nou zo doe? Zoiets. Dan krijg je een soort van... sneetjes. Zo, zou dit zijn. Kijk, dan selecteer je alles. En dan doe je centraal. Zo. Ik denk als je dit zo...
lassen. Hoppa. We zijn er. Dit is een test. Ik weet niet of dit gaat werken. We're just gonna go for it. Dat ga ik eerst als test een keer snijden. En dan kijken of we zo die lipbalsem erin krijgen. Oké, let's go. Oh, ik heb ineens een idee. Ik kan met dat glitter roze. Ik dacht eerst thanks. Dan zeg maar erop plakken. Maar ik kan ook hier uitsnijden. En een glitter roze erachter plakken. Dat is ook een optie. Zal ik eens kijken hoe dat eruit zou zien? Ik dacht eerst ik doe hier. Maar ik kan hem wat hoger doen. Dan kan ik die lipbalsem. Kijk, anders zit hij ervoor, zeg maar. Dan kan die lipbalsem iets lager doen. En dan heb ik hier twee vakken. Hier liefst Mila Vega Marcia. En dan hier misschien hartjes doen in die glitter toch maar. Dus glitter hierachter en hier glitter erop hartjes. Oh, I like it. Kan ook op die band wat doen. Ja, yeah, we're gonna try. Kijk, dan doe je dus zo. Dan doe je opsplitsen. En dan kan je die zo eruit halen en dan... Oh. Oké. Okay. Zo. Oké, okay, ik heb hem ietsje kleiner gemaakt, want hij snijdt hem toch zo ook van de buitenkant. Ik weet niet hoe ik dat anders moet doen, maar ik heb nu dit. Hij kan 3 keer. Ik doe hem even 1 keer. Ik ga hem nu op een A4'tje testen. Oké. Okay. We gaan het even proberen. There we go. Eigenlijk is het helemaal niet het juiste papier om dit zo te doen. Maar het is eigenlijk vooral voor de maat. Oké. Okay. Het is natuurlijk flimsy papier, maar zoals als echt hard papier, denk ik dat hij nog steeds erg kronkelig zou zijn. Dus ik stel voor om dit misschien nog wel nog iets breder te trekken. Echt tot hier of zo. Ja. Ik kan dan maar gelijk op karton maken. Ik geloof het wel. Ik denk als ik hier nog een stukje bij doe zo. Eigenlijk wil je dat als je zo... Ja, het eigenlijk moet het stuk natuurlijk langer zijn. Ja. Hè? Ja, dit is hem. Die letters zijn wel ook echt top. En dan hier een ding. Ik zat zelfs te denken dat ik... een roze glittervakje kan doen en daar dan weer een sticker op. Dat kan ook. En dan hier roze hartjes dingetjes. Kijk, ik heb hier glitter cardstock gedaan nu. Oké, dan glitter knutselfoam. Oh, dat zijn toch leuke dingen. Ik geef hem nu een ster zodat ik hem voor de volgende keren weet dat ik die heb. Glitter cardstock, clamp, standaard mes, clamp B, ja. Alright, here goes nothing. Hopen dat het lukt. Ik vind het best spannend. Het is best wel dik papier. There we go. Wacht, hier moeten we echt even een momentje voor nemen. Ik ben zo nieuw. Ik vind dit toch leuk, jongens. Oké, okay, daar gaat ie. Wauw, wauw, wauw. Ik kan die thanks trouwens nog ergens opdoen. Kijk, zo satisfying dit ook. Dit is toch ook super satisfying, guys. Echt heerlijk. Dit stukje ga ik even eruit snijden en bewaren. Deze, ja, ik weet even niet waar ik die voor zou kunnen gebruiken, maar... I mean, kan. Kijk, ik kan dit hier opplakken, maar dat vind ik wel echt heel erg zonde van dit papier. Dus ik denk dat ik gewoon een reepje zo doe. Ik zou trouwens ook nog hier een reepje kunnen doen. Dat je zo...
Ja, wacht, laat me trouwens even kijken hoe het eruit ziet nu. Ja, helemaal leuk. En dan ga ik even dit snijden zo in roze. En dan ga ik hier even een vakje snijden, zo. Vierkantje glitter. En dan ga ik hier iets van hartjes of zo doen. Oké, ik heb nu deze gemaakt. Die komt dan hier. Ik heb dan dit balkje gemaakt. Die past dan precies hierachter. En dan heb ik deze hartjes. Die passen precies hierin, dus aan deze kant. Yes. Oké, laten we deze even doen. Deze kan weg eigenlijk. Dag. Oké, next. Dat is wat simpeler. Kijk, dit was dan gewoon hier. Ja, dat gaan we even eruit halen allemaal. Kijk, ik heb dit. Ik heb hartjes. Ik heb dit voor de achter. We gaan even plakken. Zo, en uiteraard heb ik de puntjes uit de A's bewaard om te plakken. Dus ga ik ook even in doen. Wauw, kijk die glitter. Zo, we hebben nu dit. Ik moet zeggen, pretlijm is niet de beste lijm voor dat glitterpapier. Laat een beetje los, maar ik denk als ik het een nachtje laat drogen, dat het op zich wel moet blijven zitten of zo. Dus ik durf deze nog niet erin te steken, want dan schiet het straks los. En nu ga ik een stickertje maken voor hier. En daar ga ik dan met de pen opschrijven van dat het van ons is. Dus dan pak ik dat stickerpapier, pen, ja. Okay, dan pak ik dat stukje van net. En dan ga ik daar iets op schrijven. En dat dan snijden en printen als stickers. Nou, hij is stickers aan het maken. Hiepie. Zo leuk dit. Kijk, kijk, kijk. Zo. Stickers. Ik kan ze zelfs op het vel laten, maar ik ga ze wel echt nu als sticker gebruiken. Wat stevige stickers dit. Nou jongens, is dit leuk of is dit leuk? Ik vind het zo leuk om te doen. En dan deze komt er zo in. Ik ga ze er even nu in doen. Nou, is het leuk? Of is het leuk? Geheel zo zelf mijn eigen ding gemaakt. Maar ik wel dat die lijm dus niet heel goed hier blijft plakken. Dus ik heb even een washi tape gepakt. Wederom glitter. En ik ga heel even hier een beetje plakband overheen doen. Washi. Zodat dit wat beter blijft zitten. Tada! Ik heb dit nu ook zo geplakt. Want anders valt het eruit. Zo. Bam. Helemaal klaar. Woe. Guys, ik heb er heerlijk gespeeld. Ik zal hieronder de kring het linken. Ik ben mega fan. Ik vind het leuk. Oké, guys. Ik ga slapen. Welterusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye.